Ik denk dat er geen groep mensen zo tevreden zijn als de maaltijd die ze hier genieten. Is het niet zo? Ja, hè? Maar ze komen graag. En als het er niet is, nou dan missen we het, hè? Ja. De dankbaarheid van de mensen die elke donderdag een warme maaltijd komen eten bij het Huiken in Elburg. Daar ga je het voor doen, als kok van het project Warm Welkom van het Leger des Heils. Sinds dit opgestart is, kom ik hier elke week. Dus dat, ja, daar kijk ik naar uit. Want thuis zit je maar alleen en dan heb je weinig aanspraken. En hier is het gezellig met het hele spul. Dat de mensen vandaag een lekkere warme maaltijd hebben, is vooral te danken aan de tijdelijke kok. Toen de echte wegging, stapte zij in zijn schoenen. En ze doet het met liefde, maar het is wel een pittige baan. Ja, die pannen op zich, die kan ik eigenlijk zelf niet tillen. Maar ook de verantwoordelijkheid om elke week weer iets anders en lekkers op tafel te zetten. Dat valt ook niet mee. En dan te bedenken hoeveel je van alles nodig hebt voor 40 eters. Meestal deed ik het als voorbeeld, dan dacht ik van nou ja, ik had een gezin. Ik zeg, en dan was het van nou, wat haalde ik voor ons gezin op? En dan een keer zoveel, ja. Is er wel eens fout gegaan? Over het algemeen nog niet. Nee, we hebben wel eens wat te veel, maar te weinig eigenlijk niet. Nee, gelukkig niet.